Maar als je wat tips wilt over walgelijke fascistische humor, ik heb nog 400 ongebruikte shows liggen waar hij nog van alles mee kan doen. Dus Dries, hè, bel maar eens, hè, jongen. 5 targets. Oeh. 4 dilemma's. Wie duikt er in bed met een oudere vrouw? 1 sweet survivor. Ik schiet ze allemaal af. Wie overleeft de slagpartij van deze shooting star? Shooting stars. Met vandaag achter het geweer niemand minder dan comedian Alex Agnew. Hallo. Hallo, hallo Alex Agnew. Welkom. We gaan eens kijken wie jouw targets zijn. All right. Philip Geubels, Xander de Rijke, Urbanus, Geert Hoste en Dries van Langenhoven. Mijn favoriete komieken, allemaal bij elkaar. Allemaal verzameld. Vooral Dries van Langenhoven. Vooral Dries Hilarisch. Van Langenhoven. Geïnspireerd door mij ook. Heeft hem een paar keer laten vallen. Oei, dan werd hem boos als ik er niet door geflatteerd was. Op basis van wat we hier zien, heb je al een gevoel of een vermoeden wie er zeker aan zal geloven? En ik schiet ze allemaal af. Ik discrimineer niet. Geert, ja, die zijn we al jarenlang beu. Urbanus, is hij niet dood? Xander de Rijke, dat is de comedian van de jeugd. Dus die moet natuurlijk ook kapot, want die pakt mijn plek in. En Philip Geubels, dat is die ene waar ze van zeggen hij is bijna zo groot als Alex Agnew. En dat kan ik ook niet verdragen. Ik ga jou dus 4 dilemma's voorleggen. Die mag je beantwoorden door iemand neer te knallen. Okay. 4 dilemma's, 5 targets. Dat wil zeggen dat er één iemand zal overblijven. Dat wordt jouw sweet survivor. Okay. Er is vandaag ook een scheidsrechter aanwezig. En dat is niemand minder dan mijn goede vriend Jeff. Dag meneer Agnew. Dag chef. De targets zijn vrij groot, maar moest je toch missen, dan is er deze missersmuts. Oké. Missersmuts. Ah. Het is al een geluk een high, dat kan ik aan. Dat is... Ja, we vonden u de meest gehaaide comedian van de bende. Ik zie wat je daar gedaan hebt. Er is ook een rode draad doorheen jouw dilemma's. En de rode draad is als volgt. Zeecruise voor senioren. Oké. Okay. Het eerste dilemma. Hoera, Alex. Je gaat samen met dit gezelschap op een exotische zeecruise voor senioren. Oké. Okay. Waar jullie elke avond comedy shows mogen opvoeren. Oké. Okay. En je hebt geluk, want eenmaal aan boord merk je dat de bazin van het Sportpaleis mee op reis is. Oké. Okay. Ideaal om een nieuwe Sportpaleisshow te regelen. Mm-hmm. Natuurlijk wil je op die reis dus vooral zelf shinen. Wie uit deze groep is net iets te grappig en zie je liever niet te veel optreden? Ah. Een zeecruise met dit gezelschap, lijkt het je gezellig? Tuurlijk. Er zijn er zo 2 die er niet zo gelukkig uitzien. Dat is ook Xander. Ja. En Dries. Dries is er ook niet echt helemaal graag bij, heb ik het gevoel. Een serieuze man misschien. Ja, ja, dat is de man van de internethumor. Ja. Eerder. Hè? De meme. Zo de memes van Dries vond ik iets minder. Ik vind altijd dat je fout gaat qua inhoud, dan moet je grap wel goed zijn. Maar als je wat tips wilt over walgelijke fascistische humor. Ik heb nog 400 ongebruikte shows liggen waar hij nog van alles mee kan doen. Dus Dries, hè, bel maar eens, hè, jongen. Goed, we gaan over naar het schietgedeelte. Wie is er grappiger dan Alex Agnew? We gaan het nu zien. Schiet maar aan. Hoppakee. Wat verdikke. Goed gekeurd. Goed gekeurd door de kop. Het is natuurlijk Xander de Rijken. Xander de Rijken. Xander de Rijken is super grappig. Is hij echt zo hilarisch? Ik vind dat echt een hele grappige gast. Joh. Ja. Jammer maar, helaas. Ja. Maar jij gaat eraan. Moest eraan geloven. Jij bent te gevaarlijk. Mag ik niet gewoon beginnen schieten? Nee. Okay. Trigger discipline. Okay. Trigger discipline, heel belangrijk. Trigger discipline. Vinger naast te trekken, dames en heren. Dries, als je zo wat terroristische dingen plant met je vriendjes. Hè? Zo. En sit-ups, ook niet onbelangrijk. Als je klaar wilt zijn voor de nieuwe wereld en wilt vechten tegen de omvolking. Hè? Come on, Dries. Push-ups. We gaan over naar het tweede dilemma. Okay. En dat gaat als volgt. De bazin van het Sportpaleis ligt elke avond plat bij jullie comedy-shows op het cruiseschip. Helaas lopen halverwege de Atlantische Oceaan verschillende klachten binnen over een uit de hand lopend drankprobleem bij de comedy-crew. Okay. Niet ideaal om die Sportpaleis-show geregeld te krijgen. Mm-hmm. Wie is de schuldige?
iemand die een drankprobleem zou kunnen hebben. Ja. God. Wordt er veel gedronken in de comedy? Ja, ik denk dat ik weet wie dat er zo'n closet zuiper is. Alex, schiet maar aan. Dat was Philip Geubels. Volgens mij een drankprobleem. Ja? Ik denk het. Ik ben er zeker van. Ja, en waarop baseer je om deze toch wel boude uitspraak te doen? Op compleet niks, om eerlijk te zijn. Maar feesten onder comedians, wat moet ik daar dan over staan? Meestal is dat een hoop gezuip. Als je in Nederland bent, komen er wel andere dingen bij kijken. Daar durven ze al wel eens een lijn door de neus jagen in Nederland. Oh. Maar ik ben daar niet zo'n hele grote fan van. Niet zo'n hele grote? Nee, niet zo heel groot. Maar Philip Geubels daarentegen? Ja, die. Dat, we noemen hem wel eens Philip de stofzuiger. Oh. He, Philips. Ja. Dat brengt ons naadloos naar het volgende dilemma. Oké. De bazin van het Sportpaleis geeft je maar geen contract voor een nieuwe show. Godverdomme dan! Oh, ja. Je besluit je ultieme wapen boven te halen. En organiseert speciaal voor haar een Chippendales-avond. Oké. Helaas heeft dat niet het gewenste effect. Want zodra de t-shirts uitvliegen, verdwijnt die Sportpaleisbazin naar haar kajuit met een van je concurrenten. Wie duikt met deze oudere vrouw in bed? Dat kan volgens mij maar één iemand zijn. Kan dat maar één iemand zijn? Bestaan er in de comedywereld veel vrouwelijke groupies? Bij comedy, de groupies daar zijn meestal angstaanjagend eerder. Is er een comedian die je kent die wel succes heeft bij het vrouwelijke geslacht? Ik kan me wel voorstellen dat Geert Hosten bij een bepaald publiek, dat zo dames van middelbare leeftijd er wel zwaar allemaal opvallen, denk ik. Zwaar? Ja. Zijn de vrouwen zwaar of ze vallen? Dus een combinatie van beide. Ja. Hoe noemen ze dat tegenwoordig? Fatshaming? Dan zeg ik, leg de vork neer, dikkerd. Ik had gezegd dat het een gehaaide comedian was. Ja. Goed zo. Terug naar de essentie. Wie duikt er in bed met een oudere vrouw? Alex Agnew, die weet het antwoord. Ik zou zeggen, schiet maar raak. Oké. Jammer maar helaas. Het is gebeurd. Dries, de jonge man, in de koffer gaat duiken met een oudere dame. Ja? Ja, die kleine geilaard, ik had het al lang door. Het is een deur niet. Ik denk het wel. Zo, ook altijd zo dat te voornaam willen overkomen. Maar hebben oude vrouwen dat niet graag? Zo een beetje een nette jongen? Ah wel, maar dat is toch. Het is zo'n propere jongen. Zo, zijstreepje, hè, blauwe t-shirtjes. Sinds 1302, dus veel van die vrouwen herinneren zich dat nog. De gulden sporenslag, toptijden waren dat. Wel, dat brengt ons opnieuw naadloos eigenlijk naar het vierde dilemma. Wauw. Altijd zo naadloos. Dat gaat hier heel naadloos eigenlijk. Ik heb hier nog geen naad gezien. Ik heb nog geen naad gezien vandaag. We hebben wel een rode draad, maar we hebben geen naad. Tijd voor dilemma 4. Die Sportpaleis-show kun je stilaan vergeten. Godverdomme toch. En alsof dat nog niet erg genoeg was, botst jullie cruiseschip op een ijskap. Ah. Terwijl de boot zinkt, belanden jullie met z'n drieën op een houtblok. In een vlaag van emotie zweren jullie samen een comedyshow te maken als jullie dit overleven. Helaas blijkt dat op die houtbrok maar plaats is voor twee overlevenden. Oké. Wie geef je een klein zetje en kegel je de oceaan in? Ah. Schiet maar raak. Ja. Geert Hosten. Geert Hosten. Kapot. Ja. Kei toffe mens. Maar 10 uur Banus, nog net iets liever. Ze zeggen soms dat je helden nooit mocht ontmoeten, maar hij is daar wel een uitzondering op. Urbanus want... mag je wel ontmoeten. Je mag hem ontmoeten, hij is exact gelijk dat je denkt dat hem is. Dit in schril contrast met Geert Hosten. Ja. Hij plakt nog een beetje aan de muur, ja, een stukje schedel. I splattered his brains all over the wall. Maar ik moet zeggen, toen ik de allereerste keer het Sportpaleis speelde, dan werd er 's morgens aangebeld aan mijn huis. En ik kreeg een waanzinnig boeket bloemen. Met daaronder veel succes vanavond met uw première. En dat kwam van Geert. Oh. Shooting stars.
Zou dit ooit een duo show kunnen opleveren? Ja, wie weet. Dat zou een soort generatieoverschrijdend spektakel kunnen zijn. Ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop ook dat de bazin van het Sportpaleis meekijkt en jou een nieuwe show schenkt. Veel succes daarmee. Ja. Bedankt, Alex Agnew. Je was een knallende gast. Dank je wel. Er is geknald geweest. En aan die bazin van het Sportpaleis, ga van die Dries af. Ik heb een zaal nodig. Bedankt om te kijken. Vergeet niet te abonneren en like ook de video. En tot een volgende keer. Oké. Shooting star.